Goedemiddag, ook van mijnentwege. Ik wil eerst en vooral toch duidelijk maken, toen ik hier deze ochtend naartoe kwam getraind, had ik niet verwacht dat ik hier zou staan. Ik ben namelijk een vervanger. Ik vervang mijn collega Thomas de Vos, die jammer genoeg vandaag ziek is, maar hij is straathoekwerker bij JIS. En het element JIS hebben we wel gemeenschappelijk, want ik werk ook voor JIS. Maar ik zal dus vanuit een iets andere invalshoek het verhaal brengen van de vijf blokken. Voilà. Dus JIS, Antwerpen, Gent, Brussel. Vandaag de focus op Brussel en wel degelijk op een vrij moeilijke wijk, de in de Bloemenhofwijk, maar dan Papenvest, waar we het inderdaad zullen hebben over vijf sociale woonblokken en hoe straathoekwerk daar in gestart is en hoe dat verder is gelopen om ook heel participatief aan de slag te gaan met kinderen en jongeren in de buurt. Ik heb heel bewust, ik gebruik de PowerPoint van mijn collega, maar ik heb heel bewust de Franstalige titel ook erop laten staan, omdat dat wel ook onze context is. We werken met vooral van moedertaal of tweede, derde taal Frans. En dat is ook wel heel expliciet aanwezig in onze context. Voilà, de vijf blokken. Een foto van de bovenkant van één van de blokken. Ik wil jullie de context nog wat meer uit de doeken doen. In die zin dat een heel aantal jaar geleden is straathoekwerk, en zoals dat jullie allemaal weten, heel vindplaatsgericht naar die wijk getrokken, omdat dat een probleemwijk was. Vindplaatsgericht op zoek naar specifiek dan ook de jongeren. En in gesprek met hen werd heel duidelijk, al vrij snel, dat er een conflict was tussen de verschillende generaties, zoals al was aangekondigd. Die kwamen niet goed overeen. Hoe kwam dat? Ja, er zijn wel vijf blokken, maar er is eigenlijk heel weinig groene ruimte en ook weinig publieke ruimte in de buurt. Maar de jongeren willen natuurlijk wel samen gezellige dingen doen, hangen. En omdat er geen oplossing voor was, gingen die heel vaak zo in de inkomhallen van de blokken samen troepen. En dat zorgde voor geluidsoverlast van de bewoners van de blokken. Dat was één aspect. En er waren ook andere moeilijkheden aan de jongeren zelf. Dan spreek ik over de iets oudere groepen, zo de plus twintigers. Die zagen zichzelf al niet meer als redbaar laten staan. Maar als je dan vraagt van wat is hetgeen dat hen wel doet dromen is van, of hopen, is van wij willen eigenlijk dat onze broertjes en zusjes wel iets te doen hebben en dat die wel een goede toekomst tegemoet gaan. En het is daarop dat wij zijn ingegrepen of op ingespeeld eigenlijk. Want dus hun vraag was van wij willen eigenlijk wel dat er iets gebeurt voor onze broertjes en zusjes hier in de wijk. En wij hebben niet gezegd van oké, wij gaan dat zelf organiseren. Nee, we hebben gezegd oké, maar wat gaan jullie daar mee doen? Of hoe kunnen jullie daarmee aan de slag gaan? En we zijn toen heel laagdrempelig met hen gaan nadenken hoe dat we dat konden gaan organiseren. En daar zijn twee projecten uit ontstaan. Enerzijds een project waarbij dat we een aantal van die jongeren die het zagen zitten om animator te worden, een animatorenwerking zijn opgestart in die site eigenlijk, waar dat dus kinderen en jongeren uit de buurt naartoe konden gaan elke woensdagnamiddag. En anderzijds een meer intergenerationeel project met de blokken, waarbij dat een aantal jonge gasten die niet zozeer de animatie interesseerden, maar wel zo het werken. En we hebben een soort klusjesploeg opgezet. Dus in de blokken zijn die gasten gaan schilderwerken gaan doen en reparaties. En dat zorgde ervoor dat de bewoners die jongeren op een heel andere manier benaderden. En die zagen hen dus ook eens iets positiefs gaan doen. En ze werkten effectief. Ze deden ook iets goed voor de wijk. En dat zorgde dat het contact tussen de jongeren en de oudere generatie als vanzelf een stuk minder tens was dan voorheen. Nu, dat waren twee projecten die al gestart waren, maar tegelijk,
Iets later is dan een wijkcontract gestart in dezelfde site. Ik weet niet of dat jullie bekend zijn met het concept wijkcontracten. Ja. Waarbij dat dus ook een deel geld wordt besteed aan de wijk daar. En een van de projecten in het wijkcontract Bloemenhof is aan de Papenvest, waarbij dat de sokkels, dus eigenlijk zo het voetpad, laat maar zeggen, aan de gebouwen zal heraangelegd worden. Nu wij, en dan kom ik in het verhaal. Wij vonden het heel belangrijk dat de kinderen en jongeren die al gebruik maakten van die site, dat die ook betrokken zouden worden en gehoord zouden worden bij die heraanleg. Ah ja, want zij spelen daar, zij hangen daar. Het is hun woonomgeving. En oké, het is niet alleen hen, maar het is zeker ook de kinderen en jongeren die daar van de ruimte gebruik maken. Dus we hebben in het kader van het wijkcontract toen een aantal workshops opgezet, waarbij dat we gebruik maakten van het feit dat daar al animaties georganiseerd werden in de wijken, zoals dat ik daarnet zei, met Straathoekwerk en Habitat Renovation. Die naam heb ik nog niet genoemd, maar dus dat is een andere organisatie die ook in de blokken aanwezig is. Wij hebben toen vastgesteld hoe belangrijk dat het is om die samenwerkingen daar te hebben. Dus wat dat wij ook geïntegreerd werken noemen, het feit dat daar Straathoekwerk aanwezig was, Habitat Renovation, die vooral over de generaties heen, maar wel die woonomgeving heel hard bewaakte. En wij dan vanuit het participatieaspect, wij konden met elkaar samenwerken en geïntegreerd op verschillende levensdomeinen van de kinderen heen gaan werken. En dat werkte fantastisch. Ik zeg fantastisch, maar dat is natuurlijk tussen aanhalingstekens. Dat is niet dat dat allemaal van een leien dakje liep, maar we konden wel op elkaar steunen. Het feit dat Straathoekwerk daar aanwezig was, maakte dat als wij met die kinderen en jongeren in gesprek gingen en workshops deden over hoe dat die site er moest gaan uitzien, dat die al een relatie of een binding voelden met de jongerwerkers, de straathoekwerkers. Als er vragen rond welzijn kwamen, dan moesten wij daar niet volledig op ons nemen, dan konden we dat zo wat aan elkaar doorspelen. En dat is een situatie die we jammer genoeg niet in al onze projecten tegenkomen. Maar dus bij deze geïntegreerd werken is voor ons een van een heel belangrijke pijler. Nu, voordat ik verder ga, wil ik jullie een filmpje laten zien. Het is een filmpje die gemaakt is door een aantal animatoren, die dus in de wijk ook op dit moment nog steeds animator zijn. En waarom is het zo'n bijzonder filmpje? Omdat daar voor een stuk de kern van hoe je jongeren kunt laten participeren in zit. Ik zal mij nader toelichten. En het maken van een film, en ik vermoed dat jullie, dat de andere projecten dat ook wel vaststellen, eigenlijk het feit dat jongeren iets tastbaars hebben waar dat kan naar terugverwezen worden. Iets dat voor zichzelf spreekt en waar dat ze in dialoog met beleidsmedewerkers of architecten of zo, dat ze daar niet alleen voor staan, is enorm belangrijk. Is eigenlijk zelfs een noodzaak. En tijdens de workshop zijn we aan de slag geweest, ook met onder andere LOMAP. Ik weet niet of jullie al naar de andere expostanden zijn geweest, maar LOMAP is een foto-applicatie die we ontwikkeld hebben, waarbij dat je ook als resultaat foto's hebt waar dat kan naar terug verwezen worden. Eigenlijk hetzelfde idee van je kunt als jongere hebben een houvast om naar terug te kijken. De film is een film die gemaakt is dus door de animatoren in samenwerking met BEAM. En BEAM is dan een andere deelwerking van YES. Ook daar een voorbeeld van geïntegreerd werken, omdat we merkten dat de animatoren enorme interesse hadden voor dat multimedia aspect. Ze hebben toen beslist van oké, we gaan een traject afleggen. Niet alleen die animatie voor de jongere kinderen, maar ook voor de animatoren zelf. En dus zijn we aan de slag gegaan om hen een film te laten maken. Ze hebben een film gemaakt over hun eigen woonomgeving. Ze hebben zelf het script geschreven. Ze hebben zelf ook geacteerd. En het is ik zal jullie een heel klein stukje laten zien, want het is een film van 20 minuten. Als jullie die zouden willen volledig bekijken, staat ook op YouTube. Maar het is bij deze een kort fragmentje. Okay,
des Espagnols, de pas beaucoup des Italiens. Nous, on est des Italiens, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des Marocains. Il y a des Marocains, des Noirs, beaucoup, mais ils sont gentils. Hein. Ça, et c'est là qu'ils habitent avec nous. Hein. Avez-vous des échanges? Est-ce que vous partagez des plats? Oui, oui, dans les plats, oui, quand il faut le ramadan. Bah oui, quand ils font du couscous. Si je mets dans le couscous. C'est souvent ce qui est dit, les problèmes de voisinage. Après, moi, ce que je remarque, c'est que c'est juste souvent lié à une non-connaissance du voisin. Et donc, de tout ce qu'on ne connaît pas bien, on en a souvent peur. Racisme est enterré. Regarde notre harmonie. Mais quand t'as le dos tourné, seulement l'incarné. Les petits ont toujours un rêve, mais difficile de réaliser. Je vais vous parler des petits jeunes qui raquettent dans le quartier. La sécurité est nulle part, l'État ne peut rien y faire. Ils sont toujours en galère, ils préparent leur mitraillette pour tous nos buts en chemin. Dans le quartier, on trouve des gens qui nous guident vers le bon chemin. Car nos jours, il y a peu de repères. Tous les blocs sont en galère. Pas besoin de rage dans nos gènes. On se débrouille sans la haine. La police débarque chez nous sans nous dire ce qui se passe. Alors qu'on a des ennuis, bien plus graves que leurs emmerdes. On en a marre des racistes, mais la justice ne fait rien. Comme on dit chez nous, la police est partout, mais la justice est nulle part. Trop de personnes âgées se plaignent car les jeunes font trop de boucan. Mais de toute façon, quand on les écoute, ils râlent tout le temps. Ik zal de beelden nog eventjes voorbij laten gaan. Maar dus ook de muziek is door de jongeren zelf gemaakt en zelf ingezongen. En daarin hoorden ook wat ze eigenlijk willen aanklagen of vertellen over hun wijk. Nu, wat is er nog interessant over het filmpje? We zijn
bij het maken van het filmpje niet alleen heel competentiegericht en dus wel empowerend aan de slag geweest, doordat ze het helemaal zelf in elkaar hebben gestoken. Maar anderzijds hebben we, doordat dit filmpje gemaakt is, ook de jongeren op het podium gekregen. Ze hebben het filmpje getoond in het kader van... Nee, in eerste instantie eigenlijk door het te tonen aan de buurtbewoners. Dus ze hebben de film zelf geprojecteerd op de site, dus in een klein lokaaltje. En het feit dat dus je hebt een aantal oudere mensen gezien in het filmpje, ook zij waren dan in de zaal. En dat is een heel leuke sfeer. Zo, je zag dat mensen die passeren en die anders nooit bleven staan, dat die merkt van, wat is daar aan de hand? Het is precies toch wel gezellig daar. Hè? Maar dus daar was een heel leuke uitwisseling, ook weer tussen die verschillende generaties, doordat die film een gemeen goed werd. Maar dus zoals ik daarnet ook zei, op het podium, ze hebben ook de film gepresenteerd in het kader van de Week van de Democratie in Brussel. En hoewel dat daar toegegeven niet zo heel veel volk aanwezig was, was dat toch een heel grote stap voor hen. Het feit dat ze voor de eerste keer naar buiten kwamen met zo'n film en dat het niet alleen hun eigen groep was die ze al kenden en op het podium staan en presenteren, vertellen waarom dat ze die film gemaakt hebben, eigenlijk wel heel straf. Een volgende stap zou natuurlijk zijn dat we met de film ook naar de eigenaars van de sociale woonblokken gaan en daar de film laten zien, zodat ook de boodschap tot bij hen komt. Maar zover zijn we nog niet. Goed. Tot zover de film. Er zitten een aantal slides ook in de presentatie die wat meer dieper ingaan over met welk soort jongeren dat wij werken. En waarschijnlijk een aantal onder jullie ook. Ik ga daar niet te diep op ingaan, want ik ben geen neuroloog. Dus ik kan dat niet heel gedetailleerd vertellen. Maar ik kan wel per slide zo één zinnetje zeggen. dus waar dat het hier dus gaat over het feit, het belang van binding met onze gasten. En waar dat ik ook wel een interessant voorbeeldje van had. Maar ik ben het eventjes... Ja. In het wijkcontract, op het moment dat het wijkcontract gestart was, zijn de mensen van het wijkcontract al heel snel naar de gasten gekomen om te gaan vertellen hoeveel geld dat er wel niet zou geïnvesteerd worden in hun buurt. En ook de gasten waar dat straathoekwerk toen al contact mee had, waren aanwezig op die vergadering. We hadden die heel goed voorbereid, die waren heel veel vragen aan het stellen en toch is dat eigenlijk misgelopen. Die gasten, daar is eigenlijk een soort breuk geweest waar dat we een stuk, ja, eigenlijk bijna een jaar achteruit of opnieuw zijn moeten beginnen, omdat er een vertrouwensbreuk is geweest. En dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat de binding tussen die gasten zelf en die vreemde eend in de bijt, het wijkcontract, die daar aanwezig was, zomaar kwam gooien met cijfers en met geld en niet goed zagen van, ja, maar wat gaan die hier effectief komen doen? En ook door slechte ervaringen in een ander wijkcontract waar dat een jeugdhuis was beloofd en waar dat eigenlijk een beetje mis is gelopen. Dus daar is dat eigenlijk wat gebroken. Dus in dit geval, hoe meer al die pijlers, betrokkenheid, gehechtheid, gebondenheid en overtuigingen, hoe meer dat er van die bindingen zijn, hoe minder kans dat er grensoverschrijdend gedrag is en waardoor dat dus niet fout loopt. Een ladder, een soort alternatieve participatieladder, wat dat eigenlijk heel duidelijk aangeeft hoe dat we met de jongeren heel stapsgewijs aan de slag gaan. Ik denk een beetje anders dan bij de vorige spreekster, waarbij dat wij dus heel vindplaatsgericht gaan en waar dat de jongeren nog niet echt een idee hebben waar ze naartoe willen gaan en ook niet direct mede-eigenaar zijn van het project, gaan wij... is de eerste stap bij ons het actief deelnemen. De animatoren die eerst in eerste instantie gewoon komen meespelen en meedoen aan de activiteiten, is voor ons al meer dan genoeg. En dan in een volgende fase gaan we ze vragen om mee te gaan aanwezig zijn op de vergaderingen of op de voorbereidingen. En pas dan dat ze zelf ook dingen gaan organiseren enzovoort. Waardoor dat de actief burgerschap stapsgewijs opgebouwd wordt. Voilà. Ik ga die overslaan. comfort, stretch, panic kennen jullie wellicht, maar dus ook daar proberen wij telkens de jongeren niet te snel, maar wel steeds stap voor stap ze in een stretch
te houden, waardoor dat ze telkens meer en meer zullen groeien. Hè. Ja, positieve bekrachtiging. Link met Jota. Dus ik werk voor Jota. Zoals ik daarnet zei, hoe ik in het verhaal ben gerold. Het geïntegreerd werken, het feit dat we samen met de verschillende deelwerkingen van Yes op dit project werken, is eigenlijk noodzakelijk. En het competentiegerichte, zowel in het voorbeeld van de film als in het voorbeeld van de animatie zelf geven, kan daarvoor tellen. Ja. Voorspel, zoals het hier staat, komt eigenlijk neer op die context creëren. Hè. Het feit dat je een binding met de gasten zelf moet hebben, alvorens dat je eigenlijk hen kunt inschakelen in het nadenken over de site in dit geval. En dat is een foto van een van onze ateliers, waarbij dat we dus nadat we foto's hadden genomen met Lomap, een soort placemats hadden gemaakt en dan over de foto's en dus ook over de suggesties van de kinderen en jongeren heel laagdrempelig opnieuw een gesprek konden aangaan. We zijn er bijna. Dat is een voorbeeld van een aantal foto's. Het feit dat we die dat ze elk individueel aan de slag gaan met zo'n smartphone zorgt ervoor dat het gedragen uitspraken zijn. We koppelen die ook telkens terug om zeker te zijn dat de betekenis van de foto's klopt. En als laatste eigenlijk, zoals dat je daar die bank ziet staan en hier het traject of het hinkelparcours in het kader van het wijkcontract, wat dat vaak een heel langdurig traject is vooraleer dat iets heraangelegd wordt, proberen we er telkens ook ervoor te zorgen dat die lange tijdspanne overbrugd wordt door korte acties, tijdelijke acties al te gaan doen. En een van de suggesties vanuit de kinderen en jongeren was om meer spelprikkels, meer kleur in de wijk. Dus hebben we zo'n hinkelparcours met graffiti gemaakt en hebben we zo een meubelstuk gebouwd om ontmoeting te creëren. Ik ben Tijne.